verpleeghuizen zijn een schakel in het geheel. Je hebt verpleeghuizen, je hebt ziekenhuizen, je hebt thuiszorg. En iedereen heeft eigenlijk op het gebied van antibioticumresistentie, preventie daarvan, heeft daar een rol in. En je hebt dus ook als verpleeghuis een rol in een keten waar je eigenlijk niet eens zo direct bij betrokken bent. En dat maakt het ook ingewikkeld. Dit is vind ik een heel erg mooi verpleeghuis. Er wonen hier 96 mensen met dementie. En dit huis is eigenlijk, het hele huis is van iedereen. Wat we natuurlijk wel proberen te doen is de combinatie van die huiselijkheid aan de ene kant. Hè, zoveel mogelijk zorgen dat die huiselijkheid er kan zijn. En aan de andere kant ook de zorg en de zorgmaatregelen die we te nemen hebben om antibioticumresistentie tegen te gaan en overdracht van infecties te voorkomen. Als een van de bewoners bijvoorbeeld naar een ziekenhuis moet, tijdelijk omdat er iets is, die komt weer terug, of iemand die in de thuissituatie naar een verpleeghuis gaat of naar een ziekenhuis gaat en weer terug, dat betekent dat dat mensen zijn die mogelijkerwijs bacteriën bij zich hebben die resistent zijn en je wil voorkomen dat zich dat verspreidt in die keten. Eigenlijk is het relatief simpel. Als je je handen wast voor bepaalde handelingen die je doet, maar vooral na bepaalde handelingen die je hebt gedaan, dat is een heel belangrijk element. En daarnaast bewustwording bij iedereen die in de zorg werkt, dat dit een, ja, ik zou bijna zeggen, gewoon onderdeel is van de zorg. Net zo goed als dat je iemand 's ochtends wast en helpt met aankleden, is het omgaan met hygiënische maatregelen, moet daar een onderdeel van zijn. Dus bewustwording bij mensen die daarin werken. Je moet het ook als bestuurder belangrijk vinden dat infectiepreventie en het voorkomen van antibioticumresistentie, dat dat een onderdeel is van je gewone werk, van je dagelijkse dingen. Dus dat moet je stimuleren, daar moet je het over hebben, daar moet je mensen op bevragen. En daar waar nodig moet je je middelen daarvoor ter beschikking stellen. Haal deskundigheid in huis op het gebied van infectiepreventie, omdat dat stimulerend kan werken ook voor je eigen mensen. Leid een aantal van je mensen extra op dat gebied, waardoor je je deskundigheid op dat gebied vergroot. Al die maatregelen maken dat het er soms erg medisch en klinisch uitziet. Maar ik ben ervan overtuigd dat als je dat op de juiste plekken doet en op de juiste momenten doet, dat dat niet heel erg hoeft te interfereren met de huiselijkheid.